Welkom bij How to Make. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een IELTS 2000 van Siemens kan programmeren met Arduino IDE software. Ik heb een IELTS 2040 aangeschaft. Er zijn twee versies, de 2020 en 2040. Kun je op dezelfde manier programmeren. Het verschil zit hem enkel met de hoeveelheid communicatieporten die je erop hebt zitten. De IELTS 2000 is de nieuwe Internet of Things gateway van Siemens. Deze gateway draait op een Galileo chip van Intel. Daardoor kunnen we met wat handelingen toch met Arduino IDE programmeren. Om daadwerkelijk even een projectje te laten zien, ga ik de Blink Sketch straks erin laden. Dus ik heb een ledje. En we hebben een micro SD kaart nodig om de image erop te zetten. Die moet minimaal 8 gig zijn. Zorg verder dat je een micro USB kabel hebt. Die ziet er zo uit. En zorg dat je een voeding hebt, gelijkspanning, tussen de 9 en de 36 volt. Let erop, hij trekt een hoop stroom, dus zorg dat je 1 ampère voeding hebt. Nou, de eerste stap is om de image op de SD kaart te krijgen. Daarvoor gebruiken we de WinDisk 32 imager. Daar is een programmaatje om jouw image op een SD kaartje te kunnen schrijven, zodat jouw IELTS 2000 daar ook straks vanaf gaat booten. Nou, eerst moet je de image downloaden. Dat kun je op de link doen onderaan in de videobeschrijving. Dat krijg je als zipbestand, dat moet je even uitpakken. Vervolgens open je Win 32 Disk Manager. Komt die? Kijk, hier is die. Mijn micro SD kaart heb ik in de computer gestopt. Die heeft stationsletter K gekregen. We gaan het imagebestand even selecteren. Bureaublad. Deze. Oh ja. Het is geen IMG bestand. Die moet je even op alle bestanden zetten. En dan is het deze image. Die selecteer je. Vervolgens kunnen we die schrijven naar de SD-kaart. Kijk, daar komt die. Nou, hij is klaar met de image op de SD-kaart schrijven. Dus die kunnen we nu uit de computer halen. Zo, nu gaan we de simkaart even plaatsen. Als je schroevendraaier in dat gleufje hier zet, gaat het kapje open. Zo. Als je nu goed kijkt, dan zie je daar een slot zitten voor SD-kaartjes. Dan plaatsen we onze SD-kaart erin. Hoop, moet ik wel op de goede manier plaatsen. Zo. Zo, dat is geregeld. Nu gaan we zorgen dat we de Intel packages gaan downloaden in de Arduino IDE software. Dus start die even op. Zo. Oh. Zo. Nou, bij mij is de Blink Sketch al geopend. Die gaan we straks gebruiken. Die kun je gewoon vinden bij voorbeelden Basic Blink. Dan gaan we naar hulpmiddelen. Board. Boardenbeheerder. Hier zoeken we i5 op. Dit is het bord wat gebruikt wordt voor de IELTS 2000. Deze gaan we downloaden, installeren. Nou, dan pakken we de laatste versie. Zo, dan gaan we installeren. Zo, die is geïnstalleerd. Als het goed is, staat de Intel Galileo Generation 2 bord bij je overzicht. Die gaan we selecteren. Zo, dan hebben we dit gedeelte geregeld. Zet de IELTS 2000 nu onder spanning. Nou, als het goed is gaat het powerlampje branden. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat hij opgestart is. Dus dat hij geboot is vanaf de SD kaart. Daarna kun je de USB stick erin steken. Hier zit een USB micro ingang. Nou. Oh. Zo. Als hier nou een driehoekje bij staat of een waarschuwing dat hij de driver niet kan vinden,
Ik heb in de videobeschrijving een link naar de site geplaatst waar je deze drivers kan downloaden. Deze moet je dan even handmatig toevoegen. Dat laat ik even zien. Selecteer hier de driver. En die staat hier. Tipbestand download je. Er zit een Galileo driver bij. Selecteer die even. En doe hem handmatig even updaten. Dat is bij mij al gebeurd. Dus niet meer nodig. Dan gaan we weer even terug naar de Arduino sketch. Als het goed is, heb je hier nu een COM port erbij gekregen. Hij ziet al dat het een Intel Galileo chip is. Deze moet je even selecteren. Dus is die bij mij al. Deze staat bij mij niet goed. Dit moet Avery MKLL zijn. Zo. Nu kun je de Blink sketch downloaden. Zo, de sketch is succesvol geüpload. Zoals je kan zien knippert het userlampje. Dat houdt in dat de sketch iets aan het doen is. Dat komt aardig overeen met de Blink sketch. Het lampje wat elke keer een seconde aan en uit gaat. Maar dat willen we natuurlijk zien op de pin layout. Dan halen we dit kapje er even uit. Zo. Niet vanzelf. Zoals je ziet. Zo, dit is beter. Lijkt dat heel erg op een Arduino pin layout. En dat klopt ook. De vierde van rechtsonder is de ground. En daarnaast zit de pin 13. Dus als het goed is, stuurt hij nu gewoon pin 13 elke seconde hoog en laag. Dus zo laad je een Arduino sketch in je IL 2000. Dit was de tutorial om een Arduino sketch in een IL 2000 te schieten. Als je nou vragen hebt of opmerkingen, zet ze dan even onderaan het filmpje. Wil je deze spullen graag kopen, bezoek dan even mijn webshop of mijn website. Adios!